alleen de resultaten of conform artikel 124 voor u voorhoudt, dan zult u het weten waar we over het hebben. Maar als ik een aanloop neem naar de resultaten toe, dan is het voor u ook bekend. Dan bent u ook gewend met zaken van het resort van het district Sipaliwini. Het kiesdistrict, ziet u daar, bestaat uit 6 kiesresorten. Kapanahoni, boven Suriname, boven Saramaka, boven Kopaname, Kabalibo en Kuruni. Aantal DNA-zetels 4, aantal RR-zetels 66, aantal DR-leden 11. Als u dat optelt, dan komt u op 81 aan volksstructuren voor het district Sipaliwini. Deze is een openbare zitting van het kiesdistrict Ting Sipaliwini. In gevolge de artikelen 124 en 125 van de kiesregeling. En die werd geschreven voor. Zodra de stemming heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen op 25 mei 2020, dient het hoofdstembureau al die processen verbaal, in deze in totaal 55 van het kiesdistrict Sipaliwini, bij elkaar te brengen en in te voeren in een systeem dat hoe het proces verbaal verwerkt moet worden. En dat hebben we gedaan aan de hand van de voor op DNA niveau, op RR en de DR niveau. We hebben alles ingevuld. Het is een computersysteem dat zelf ook berekent. Dat hebben we gedaan. En de wet schrijft voor dat als je die resultaten bij elkaar hebt gezet, dat u tijdens een openbare zitting dat kenbaar moet maken aan de deelnemende politieke organisatie. En dat hebben wij vandaag gedaan. En wat vond u allemaal zelfs ervan? Goed. U gaat met teamwork mensen werken. We hebben met verschillende DC's gewerkt. Dat geeft een prettig gevoel dat er collega's zijn die enorme bijdrage hebben geleverd en nog steeds leveren. Ook de staf en personeel van commissariaat Saramaka en van Sipaliwini hebben bijdrage geleverd om dit tot een succes te maken. En hoe is de samenwerking geweest, vooral wanneer we praten in het kader van COVID-19? Heel goed, we hebben met het managementteam van COVID-19 afgestemd hoe we deze vergadering moeten beleggen. En dat is ook voorgehouden door NCCR dat de social distance, afstand van 2 meter tenminste, in acht moet genomen worden met een neusgaap. Ontsmettingsmiddelen moeten er ook zijn. Dus die regels hebben we ook conform hun voorschriften dat ook gehandhaafd. En wat vond u zelfs verder van de resultaten? En is er nog iets dat u zou willen toevoegen? Dit is de laatste hoorzitting, of althans openbare zitting van het kiesdistrict Sipaliwini. Paramaribo heeft het gisteren afgerond. Dat wil zeggen, alle ogen waren gericht op Sipaliwini. En dat hebben we vandaag volbracht. En we zijn blij en dat we een bijdrage hebben geleverd. Zodat de verkiezing dat het verder een beloop mag hebben. Naar Centraal Hoofdstembureau en dan naar Onafhankelijk Kiesbureau. Hasson, Lionel Roberto, 184. Ceder Edwin Adam, 182. Duva Franklin, 182. Granda Angelique Annemarie, 181. Misasi Mariska Audrey, 181. Granda Shomara Conchita, 181. Puyu Ticha, 180. Deel Dayaka Chivienda, 180, Patu, Klei, Clyde, 179, Witte, Marvin, 179, Nayu, Glenn, 179, Van Bree, Irene, Mavis, 179 en Malakaita, Sikiwa, Apotamali, 182. Goedendag meneer. Gengeling Miati, goedendag. Wat vond u van deze van de resultaten van Sipaliwini? De resultaten van Sipaliwini stellen mij op dit moment
Ik ben heel fleurig van binnen, maar tegelijkertijd ook de uitdaging die mij te wachten staat de komende periode, die zie ik ook voor me staan. Dus meer plezier, maar tegelijkertijd met denk aan Serevi. Ik til dit op en hoe verder met deze zware lood. Kunt u ons een beetje meer inlichten waarover het allemaal ging? Dus vandaag hebben we de resultaten gehad en ik merk dat ik een van de gekozen DNA-leden ben van de district Sipaliwini. En voor mij op dit moment denk ik, in mijn campagnevoering heb ik de mensen aangegeven van we gaan met de mensen van de samenlevingen werken om de stem zeg maar luider te laten klinken. Dat niet alleen de DNA-lid spreekt, maar ook de samenleving tegelijkertijd ook hun belangen naar voren brengt door middel van het inzetten van andere soort strategische communicatievormen. Om de samenleving te laten horen dat Suriname groter is dan onze kustvlakte of onze kustdistricten. En dat is waar Obed Kanap voor staat. Is er nog iets dat je zou willen meedelen? Zeker weten, Miwan Pikidesma, Meku Mek Barbari. Omdat te Mek Barbari dan Libis Mauyere tak, ja ping, ja no to. En atende kon ja, een foto in jang bikesi, afgeleide dat me denk tak, hoe Mek moeite voel, hoe kies. Tenminste crossbeen voor dat hij. En Obed Kanape is ready ervoor. Maar Mek Yogo, Safi Safi, Bakanabi mo, Afesi Namofika. Gingiling.